iedereen. We vonden dat het weer tijd was voor een hack video. En in deze video gaan we jullie hacks laten zien. Allemaal rondom het lijmpistool. Een van onze favoriete do-it-yourself tools. Ja, want ik denk dat iedereen die wel in huis heeft liggen. En zo niet, kan je hem voor heel weinig geld bij de Action kopen. En je kan er ook veel meer mee dan alleen maar dingen aan elkaar vastlijmen. En dat gaan we jullie laten zien in deze video. We hebben namelijk 5 ideetjes. Dus laten we gewoon snel beginnen. Fluffy en furry sokken zijn natuurlijk hartstikke lekker om je voeten mee warm te houden. Het enige nadeel is dat deze soort sokken vaak best wel glad zijn en je wil natuurlijk niet uitglijden. Dus van dit paar gaan we anti-slip sokken maken en dat doe je heel erg gemakkelijk door gewoon even je sokken om te draaien en aan de onderkant verschillende bolletjes te maken met de lijm. Deze lijmbolletjes gaan er straks voor zorgen dat je niet uitglijdt, dus je moet ze eerst natuurlijk eventjes volledig laten drogen en dan heb je eigen paar anti-slip sokken gemaakt. Met de volgende hack maken we een zelfgemaakt wasbordje om je make-up kwast ermee schoon te maken. Het enige wat je nodig hebt is een stuk plastic. Ik gebruik hier gewoon een oude CD-hoes. En verder heb je alleen de lijm nodig uit het lijmpistool. De lijm uit het lijmpistool is namelijk best wel dik en dat zorgt ervoor dat je wat relief kan creëren. Ik maak hier verschillende lijnen en ook zigzagvormpjes. En dat zorgt ervoor dat je straks je make-up kwast heel goed kan schoonmaken. Ook maak ik wat kleinere zigzagjes en dat zorgt ervoor dat ik ook dit wasbordje kan gebruiken met wat kleinere kwastjes. En doe dit gewoon over het hele plastic heen, zodat je hem helemaal hebt bedekt. En dan ben je eigenlijk al klaar. Laat het geheel natuurlijk wel even heel goed drogen voordat je aan de slag gaat, anders zit al het lijm straks in je make-up kwasten en dat wil je niet. En wanneer de lijm gedroogd is, is je wasbordje klaar om gebruikt te worden. Ik gebruik het in combinatie met een beetje shampoo. En voor deze video heb ik er eventjes een kom bij gepakt met het water. Maar je kan hem ook heel goed gewoon onder een stromende straal water hangen. En als je dus je kwastje gewoon over het wasbordje heen swirlt, dan komt er dus allemaal viezigheid uit, zoals je hier kunt zien. Nou, ga je mee door totdat je op een gegeven moment gewoon wat meer wit schuim ziet. Dat betekent dat je kwast gewoon vrijwel schoon is. En dan kan je verder gaan met de volgende kwasten die je waarschijnlijk ook wel hebt liggen. Nou, hier heb ik even een kleine kwastje. Zoals je kan zien gebruik ik deze dus voor de kleinere zigzagjes. En weer een grote kwastje kan ik weer op andere delen van het wasbordje gebruiken. Het is best wel leuk om te zien hoeveel viezigheid eruit komt. En natuurlijk ook wel heel erg goed voor je kwasten en je eigen gezicht. Dus dit vind ik een hele leuke en goedkope oplossing om je kwasten mee schoon te maken. Met deze hack kan je een ring die wat te groot is voor je vinger kleiner maken, zodat die weer beter gaat passen. Begin met het neerleggen van een stukje bakpapier. Dat zorgt ervoor dat de lijm hier niet heel erg aan vast gaat kleven. En leg hierop een goede dot lijm. Pak hierna de ring erbij en leg deze in de dot lijm. En zorg ervoor dat er ook aan de binnenkant van de ring lijm komt te zitten. Wanneer dat geval is, kan je de ring van het papiertje afhalen en de lijm verder laten drogen. Wanneer de lijm voldoende is opgedroogd, pak je een schaar erbij en ga je alle overtollige lijm rondom de ring wegknippen. En wanneer je alle lijm hebt weggeknipt, zou dit het resultaat moeten zijn en dan zou de ring een stuk beter op je vinger moeten passen. Met de volgende hack laten we zien hoe je je eigen studs kunt maken. Deze studs kan je daarna gebruiken op van alles en nog wat, jasjes, t-shirts, tassen, wat dan ook. En het eerste wat je moet doen is een stuk bakpapier neerleggen. Dit zorgt er weer voor dat de lijm niet zo heel goed hecht, maar dat je wel een goede ondergrond hebt waar je dus kunt gaan werken. Op het bakpapier maak je ronde bolletjes lijm en het is best wel een lastig klusje, want je moet ervoor zorgen dat ze zo rond en netjes mogelijk zijn zonder al te veel van die lijmharen. En als het ook nog lukt, zorg ervoor dat ze van dezelfde grootte zijn. Wij vonden het echt best wel heel erg lastig, maar als je het gewoon langzaam aandoet, dan moet het vast wel goed komen. Maak gewoon een hele set met verschillende studs, zodat je straks ook nog kan gaan kiezen en laat ze daarna eventjes goed drogen. Wanneer de lijm volledig gedroogd is, is het tijd om ze een kleurtje te geven. Dat kan je doen met behulp van een spuitbus, maar wij hebben hier even heel makkelijk een nagellakje gepakt. En hiermee geven we deze lijmdruppels, of ook wel de studs, een kleurtje. En wanneer deze verf weer gedroogd is, is het tijd om ze te gaan gebruiken en te beplakken op van alles en nog wat. Door het bakpapier kan je ze er heel makkelijk afhalen en wij zijn deze studs nu op de onderkant van een kaarsje aan het plakken. En dit is het resultaat. Onze studs zijn niet helemaal perfect geworden, maar ik vind het effect nog steeds heel erg leuk. En je kan ze natuurlijk op van alles en nog wat plakken. De volgende hack heeft te maken met van die vervelende kledinghangers waar allerlei kledingstukken maar vanaf blijven glijden. Van die velvet kledinghangers zijn hier echt ideaal voor, maar je kan ook gewoon thuis zelf aan de slag gaan zodat je nog goedkoper uit bent. Het enige namelijk wat je hoeft te doen is gewoon een zigzagpatroontje op de bovenkant van de hanger te maken met het lijmpistool. Net zoals bij de anti-slip sokken zorgt dit ervoor namelijk dat je kleding er niet zo makkelijk meer af gaat glijden. Nou, doe dit uiteraard aan beide kanten en laat daarna de hanger even goed drogen.
En wanneer de lijm gedroogd is, is de kledinghanger klaar om gebruikt te worden. Zoals je kunt zien, glijden de bandjes er niet zo makkelijk meer vanaf en blijven ze gewoon heel goed op de hanger zitten. Nou, dat waren onze 5 hacks. Ik vond ze super leuk om uit te proberen. En laat ze vooral eventjes weten in de comments welke hack jij het leukst vond. Ja, en heb ik ook nog een random vraag voor jullie. Om welke tijd heb je deze video bekeken? Laat het even achter in de comments. Zijn we heel erg benieuwd naar. En ik vond het eigenlijk gewoon leuk om een random vraag te stellen. Nou, vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan willen we je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zien we jullie snel weer in de volgende. Doei!